Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 5 mei 2016. Dat is het bulletin van donderdag. Vandaag weer gewoon morsen en een SSTV-plaatje aan het eind van de uitzending. Een plaatje dat geschikt is voor smartphones in PD50. En wie weet is het wel weer een foto van een vrouwelijke amateur achter de microfoon. Vandaag is de dag van de radiomarkt op de Jutberg. Het is prachtig weer, maar er is niet zo heel veel nieuws. Gelukkig schoot agentschap Telecom me via hun website te hulp met een artikel waar ik aandacht aan kan besteden. Het nieuws van de low power AM begint nu overal door te dringen. Sommige Nederlandse sites reageren opmerkelijk traag op het nieuws, terwijl je ziet dat een aantal van de amateurmedia er geen artikelen over plaatst. Vermoedelijk omdat het ook geen amateurnieuws is natuurlijk. Ook in het buitenland wordt er over bericht, meest naar aanleiding van het artikel op de site SWL-ing van gisteren. De eerstvolgende keer dat je de astronauten van het ISS kunt horen is trouwens op 9 mei vanaf ongeveer 9 uur 26 UTC en dat is 11 uur 26 Nederlandse zomertijd. Bij een QSO met een school in Engeland is dat. De frequentie is weer 145.800. Agentschap Telecom bereidt zich momenteel voor op de Giro d'Italia, zo valt te lezen op de site van het agentschap. Morgen 6 mei start het wielerfestijn in Apeldoorn en vervolgens gaat het langs Arnhem en Nijmegen. AT verwacht langs de kant en in de ether een grote drukte. Medewerkers van het agentschap zullen ter plekke de ether monitoren en zo proberen eventuele verstoringen te voorkomen. En ervoor te zorgen dat alle netwerken en diensten gewoon functioneel en beschikbaar blijven. Het gaat bij de Giro om een relatief klein gebied waarbinnen bijzonder veel partijen met elkaar willen communiceren. Dat zorgt voor een verhoogde vraag naar frequenties. AT heeft hierom vergunningen voor extra frequenties uitgegeven, waaronder met name tijdelijke vergunningen voor bijvoorbeeld wielerploegen, organisatie, hulpdiensten en media. De hele 13 centimeter amateurband is bijvoorbeeld ook voor amateurs ontoegankelijk in en rond het betreffende gebied. De voorbereiding voor de Giro begonnen voor AT al in december 2015, waarbij werd samengewerkt met de Italiaanse organisatie van de Giro en met de veiligheidsregio's waar de karavaan vanaf morgen tot en met zondag doorheen trekt. Tijdens het evenement controleert AT de gebruikte zendapparatuur, maar helpt waar nodig ook met het instellen van de apparatuur op de juiste zend- en ontvangstfrequenties. Deel 11 van de serie over antennes gaat opnieuw over loopantennes. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de halo-antenne. Een halo-antenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voedingspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de halo-antenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een quad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk. Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt, groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Heb jij nog een staande golf over? Waar wil je hem voor gebruiken? Nou, er is een poot van de salontafel stuk en volgens mij past de staande golf op 2 meter daar precies tussen. Daar heb je dus echt niets aan. Zodra ik de microfoon loslaat, valt die tafel gewoon om. Nou, dan pak ik wel 3 staande golven voor 70 centimeter. Dat past ook. Heb jij nog een postelastiek waarmee ik de PTT van deze LPD-porto kan vastzetten? Ja, die heb ik nog wel. Als dat maar goed gaat met die 10 milliwattjes.